Thijs Reumer is een redelijk bekende acteur in Nederland. Zijn imago verslechtert echter door opeenvolgende schandalen buiten films om. Nadat Thijs Reumer zich buitensporig gedroeg tegenover minderjarige meisjes, leek de volgende rel op handen. Volgens een bron die dicht bij het bewijsmateriaal staat, is uit het nodige bewijsmateriaal gebleken dat de acteur zich ook schuldig heeft gemaakt aan overspel, niet alleen aan het bedriegen van zijn vrouw Yvonne de Jong. Thijs had bijna 2 jaar een affaire met influencer Noor de Groot, stelt de bron in een persoonlijk gesprek met de prestigieuze krant. Om de hoek bij Noor, dat is jammer, want Thijs is goed bevriend met haar man, DJ Sander Kleinenberg. Het is de vriend die uiteindelijk vals speelt en meedogenloos is. Als man blijf je uit de buurt van de vrouw van je vriend. Beschuldigd worden van overspel blijkt nog pijnlijker te zijn. Thijs was aanwezig bij de bruiloft van Sander en Noor in september 2021 in Frankrijk. Hij hield daar een emotionele toespraak waarin hij hen veel liefde en geluk wenste. Leg ook uit hoe Sander en Noor met elkaar overweg kunnen en hoe goed ze als gezin met elkaar overweg kunnen. Verrassend genoeg verscheen Thijs zonder Yvonne op de bruiloft van Sander en Noor. Bitter genoeg, volgens de bron, begon de liefdesrelatie van Thijs en Noor kort na de bruiloft. In december 2021 begonnen Thijs en Noor elkaar in het geheim te ontmoeten, 3 maanden na het huwelijk van Sander en Noor. Daarnaast was Thijs zelf pas 2 jaar getrouwd met Yvonne. Yvonne weet, net als Sander, van niets. Erger nog, Yvonne en Noor hebben soms een goede nacht samen op showbizfeesten in Amsterdam. Na zulke grote schandalen kan de carrière van Thijs Reumer geruïneerd zijn. Niemand wil tenslotte iemand bewonderen met zo'n waardeloze persoonlijkheid.